I must admit that it has taken me several months to feel at ease with the pirates that visit our taverns or linger on the outskirts of town. Dames en heren, het moment is hier. Sea of Thieves is hier. En dat betekent dat we het piratenleven gaan ervaren. Tom wacht al 34,5 jaar op deze game. En eindelijk is het zover. Sea of Thieves is hier en Tom is ermee bezig geweest. Welkom in deze knusse studio. Welkom in de wondere wereld, de wondere waterwereld van onze Sea of Thieves review. Ja. Het is eindelijk zover. Het is eindelijk zover. Een grote discussie. Moeten we deze game nu al reviewen? Luister even de podcast. De Games en Podcast dan, hè? Ja, je mag wel een podcast van IGN luisteren. Oh, dat maar daar zit het daar niet over. Nee. Want deze game is natuurlijk in progress. En een online game ook nog eens eventjes. Ja. En toen de beta's en alpha's verschenen, toen was er een soort vraag naar meer content. Hoe is de game gelaunched? De game is afgelaunched, full price. Dus je betaalt er gewoon €60 voor op PC of Xbox One en dan haal je hem binnen. En dat is meteen het punt waarbij denk ik heel veel schuring gaat ontstaan tussen verschillende spelers. Is dus inderdaad die content. Want we zaten er inderdaad al een beetje mee met de Gamescom preview. En toen met de alpha's en toen met de beta's en toen met de scale test. Dachten we van, ja oké, de fundering staat. Er is wat weinig content. En nu de game eenmaal uit is, krijgen heel veel mensen het idee dat het een soort van verkapte early access is. En ik denk dat ook het grootste, de hele crux van het hele verhaal van Sea of Thieves is ook dat het voor veel mensen toch een beetje onaf voelt. Ja. Gaan we het straks op terugkomen. We gaan eerst even vertellen wat je allemaal gaat doen in Sea of Thieves. Want je bent een piraat. En heel veel mensen hebben al vette beelden gezien. Er kunnen wel hele vette dingen ontstaan. Want je gaat als groep spelers een piratenschip runnen. Ja, of in je mag in je eentje in een sloep of met z'n tweeën. Maar met maximaal 4 man run jij 1 piratenbestaan eigenlijk. En dat wil zeggen dat je op een soort van deels procedurally generated wereld ga je gewoon het water op en je gaat avontuur beleven. En dat betekent rumzuipen, andere piratencrews afknallen, lekker op schatten gaan jagen, skeletons kapot maken, misschien een keer aangevallen worden door Kraken. Er kan een heleboel gebeuren in die best wel soort van, ja, ik weet niet, koddige wereld die Rare heeft gemaakt. Dus het ziet er prachtig uit en het voelt ook allemaal best wel verzorgd ofzo. Ja, ik vind het water schitterend. Het water is schitterend en het is ook echt, alles is, je hebt alle touwtjes zelf in handen. Dus ook het besturen op het water en waar je naartoe gaat en hoe je er naartoe gaat, is allemaal aan jou en je teammates. En dat zorgt er in ieder geval wel voor dat het, ja, buiten alles is het een fantastische game om samen te beleven. Ja, zeker. Heel veel mensen hebben al beelden gezien van dat je wordt beschoten en dat je schip lek is. En dan moeten 2 mensen van de crew moeten gaan hozen. En één moet het zeil in de gaten houden, en de ander moet hem blijven sturen. Oh, en anker los! Ja, nee, het is ook een heerlijke game om in te schreeuwen. Ja, het is het van schip aan de horizon! En dan meteen anker uit en ja, allerlei gekke dingen. En vooral dat het allemaal een beetje interactief is. Dus je zit in het avontuur, dat is gewoon echt heel mooi. Ja, waarom is de grog op? Ja, precies. Wie is er dronken van het schip afgemieterd? Het is trouwens een leuke, allebei op de loopplank gaan staan en dan gewoon zoveel mogelijk drinken. En wie als eerste van de varende boot afvalt is de lul, weet je wel. Ah, het zijn allemaal van die kleine dingetjes die je kan beleven. Het is eigenlijk daarin een beetje GTA Online all over again, toen het net launchte. De wereld was goed. Als je echt je best deed, kon je het heel erg naar je zin hebben. Maar er waren een beetje te weinig tools om het na je zin te hebben. Ja. En dat is bij Sea of Thieves denk ik ook. Dat is bij Sea of Thieves heel erg het geval. Het is de fundering staat als een huis. Want dat avonturieren en met z'n allen op avontuur gaan en gekke dingen beleven en al je domme fantasieën, al je piratenfantasieën uitleven, dat zit erin. Maar inderdaad, je wil iets meer gereedschap om al die fantasieën te gaan doen. Want bijvoorbeeld, waarvoor vecht je in die game? Nou ja, voor een paar cosmetische dingetjes. Dus je vecht voor een nieuwe telescoop, je vecht voor een gouden zwaard of zo. Maar er is nergens iets van spelerprogressie die jou sterker maakt. Of weet je wel, de drang die je hebt als gamer om ergens beter en sterker in te worden, dat heb je in Sea of Thieves op het moment niet echt. Je kunt jezelf alleen maar definiëren met een nieuw lakje verf op je boot of een nieuwe hoed. En that's it. En ik denk dat bij heel veel spelers dat gaat schuren. Dat ze zoiets hebben van ja, ik wil meer redenen om terug die wateren in te maken. Mensen willen gewoon een hub. Mensen willen gewoon een eigen huisje waar je lekker dingen voor kan unlocken. Nou ja, goed, je hebt geen eigen huis, je hebt een eigen boot. Maar goed, heb je echt een eigen boot? Je hebt je eigen boot waar je voor zou kunnen knokken. Maar daar zijn, weet je wel, je kunt de zeilen aanpassen, je kunt de boegbeeld aanpassen en je kunt de kleur aanpassen. En that's it. Maar weet je, je wil ook dat je die boot een beetje zelf in kan richten. Rare heeft het notabene zelf al gehad over een mogelijkheid om, als je ergens naartoe kijkt, dat je dan pen en penseel pakt, dan schilder je hetgeen wat je ziet en dan kun je dat schilderij ophangen in de boot. Hebben ze over gesproken, zit nu niet in de game. En dat zijn wel van die kleine dingetjes die denk van, dat wil ik. En dat is dus heel erg naar dat die,
Weet je, ook het hebben van huisdieren of het benoemen van je boot. En een aantal van die kleine dingetjes die ze dan wel ooit her en der geteased hebben, maar er nu niet in zitten. Dat maakt het dat het voor sommige mensen gewoon voelt als een verkapte early access. Of iets misschien betere verwoording, een parel om nog op te poetsen. Ja. Mooi gezegd. Ja. We gaan niet de discussie voeren over het reviewen van deze game of niet. Je hebt de game een 8.3 gegeven. Ja. En dat is een review op dit moment, maar wel ervan uitgaan dat het beter wordt. Ja, dit is als een soort van hoopvol iets. Als Rare nu stopt met de ontwikkeling, zou het cijfer lager zijn. Ja, als Rare zegt, sorry jongens, maar dit is het echt, al onze beloftes waren niet waar, dan krijg je een beetje het No Man's Sky gevoel dat het toch te leeg is en te weinig content is. Dan zou het echt een 6 zijn. Dus het is een cijfer met de hoop dat er nog heel veel content bij komt. Met de verwachting, ja. Met de verwachting. En dat moet je dan maar de komende tijd in de gaten houden bij Gamestar.nl, want daar houden we natuurlijk jullie van op de hoogte. Ja. Jij vindt het systeem van de game, hoe de game werkt, de basis, fantastisch. Ja, de fundering die er is, het snapt naar meer. En ik denk dat er wat er staat, staat goed. Alleen nu moeten ze dus nog erop uitbreiden. Als je de game nu aan het twijfelen bent om te kopen, zou ik zeggen, probeer die 14 dagen gratis trial met de Xbox Game Pass. Want dan kun je de game 14 dagen lang eigenlijk gewoon uitproberen. En dan weet je hoe die er nu aan toe is en dan weet je of je het wel of niet erop in moet springen. Voor de mensen die nu die 60 euro willen betalen, ik denk wel dat je over een paar weken aan het wachten bent op meer content. Ja. Duidelijk verhaal, genuanceerd. Wil je nog wat kwijt? Nou, nee, kom met ons mee de wilde wateren bevaren. Het als je ruime de game sop. Het ruime, duik met ons het ruime sop in. Ja. Ja. En laat ons weten wat jij daarvan vindt. Ja, laat dat vooral ook weten. En als je echt alles wil weten over Sea of Thieves uitgebreid, ga naar gamers.nl voor de geschreven review. Of check ons op twitch.tv/gamers.nl, want Tom zal wel heel veel deze game gaan streamen. Het is ook een fantastische streamgame. Ja, maar het is ook een game waarin je soms in de stream zit in het spel. Oh, mind is blown. Meta. Grok gedaan. Ik spreek jullie allemaal weer heel snel. Bedankt Tom. En check alles. Hoe lang zat je op die grok? Nee, jat ik van Salim. Echt? Oh. Ja, bij de unboxing van de special edition. Ik vond het te goed ook.